mensen, we gaan over tot de prijsuitreiking. In eerste instantie wil ik natuurlijk de Man of the Match nog bekendmaken. Dat hebben we vanmiddag niet gedaan in de Business Club. Omdat de Man of the Match, die stond helemaal zielig alleen op een andere locatie onder de douche. En de Man of the Match is deze keer geworden Jaap de Pol. En Jaap is net zoals Heintje, David, hij neemt voor de derde keer afscheid. Hè? Ja? Jaap, jongen, gefeliciteerd. Je bent 3 keer het veld in geweest. Kun je nagaan hoe vaak je lopen moet? Er zit ook nog een bond bij jou. Ja, het is een contract hoor. Jongens, Jaap, gefeliciteerd. Dan hebben we dit jaar besloten om een Man of the Match niet in een achteruitkamertje te doen zonder dat het publiek erbij is. Want tenslotte, het publiek heeft elke week punten gegeven van 10 tot 0. En per week zat er een heel groot verschil in. En ik moet bekennen dat de MNL, autoschadeklassement, speler van het jaar, we doen er maar 10 aan mee. En waarom doen er 10 mee? Omdat de rest te weinig wedstrijden heeft gespeeld. Je moet minimaal 15 wedstrijden hebben gespeeld. En ik zal je ook verklappen, de laatste wedstrijd, net zoals de scheidsrechter heeft gedaan, het ging nergens meer om. Die hebben we niet meegerekend. Dat hele klassement wat we bij elkaar gehaald hebben, elke week werden er 4-5 formulieren uitgedeeld aan willekeurige personen. En dat werd altijd begeleid door niemand minder dan Arend te brengen. Arend, wil je even verder komen? Ik moet wel bekennen, Arend, ik vind dat je wel een beetje meer huiswerk moet doen. Want ik heb onderweg hier gezien, als toevallig een andere speler met nummer 20 speelt, dan krijgt iemand zomaar anders punten, dus dat is niet helemaal goed. Je moet wel de naam bij zeggen, hè? Want het shirtje wisselt nog wel, maar de persoon niet, hè? Arend, bedankt. Arend, ik heb nog één vraag aan jou. Je neemt de bloemen aan, betekent dat ook meteen een verlenging? Ja. Klasse, jongen. Jongens, applaus voor Arend. En de 10 genomineerden die er dan zijn, dat is Manik Stissus, Henk Baum, Dani Smits, William Hunstein, Christian van der Kamp, Ronald Hoek, Giljan Tussing, Job Holgendoor, Lars Polinder, Marco Drost en Enrico Abma. Deze jongens kunnen meedingen naar de prijs. En we hebben eerlijk en netjes verdeeld en wij hebben er helemaal geen inspraak in. En ik moet zeggen, op de 10e plaats is samen geëindigd Henk Baum en Manik Stissus. Met een 5,43. In de 9e plaats is Dani Smits geëindigd met 5,48. Op de 8e plaats is geëindigd William Hunestein met een 5,54. En onze aanvoerder Ronald is geëindigd op de 6e plaats met 5,58. Giljan Tissing is bij de 5e. Het wordt steeds spannender. En langs de lijn heb ik altijd gehoord, hij gaat het worden, maar Job, je bent 4e geworden met 6,12. En dan hou ik 3 genomineerden over, dat zijn Lars Polinder, Marco Dros en Enrico Atma. Kom maar naar voren. Ja, we gaan straks even met de bloemen en de foto's gaan we daar voor de sponsor staan, want dat is van de sponsor. Ik moet eerlijk bekennen, jullie hebben een geweldige sponsor. We hebben dat maar een aantal jaren. En ik zal ook bekennen dat die man niet zo handig is met de computer. Maar hij heeft niet de voetbal uitgedraaid, maar hij heeft cashgeld in een envelop gedaan. Dat is ook weer een voordeel voor jullie. Hè? Jongens, de man met de meeste speelminuten van onze ploeg, Les Polinder. Heeft de meeste speelminuten van ons. Die is geëindigd op de 3e plaats. Les, gefeliciteerd. Les gaat even lekker voor het bord staan, want dat is goed voor de foto en voor de website. Ja, ja zeker ga je op de foto. Ja? En op de 2e plaats. Omdat het heel dicht bij me klaar was, en Jaap mag het beamen, heeft 2 plaatjes laten drukken. Zowel voor Marco als voor Enrico. Maar helaas, Marco, jij moet genoegen nemen met de 2e plaats. En Enrico, jij bent de 1e geworden. Gefeliciteerd allemaal. Met een 6,5.
6,5 en 6,67 is de winnaar. Gepresenteerd. Gefeliciteerd, maar ik heb ook nog een wisselprijs. En ik heb gisteren een foto gezien en die kan in die woestijn staan. En Rico, die kan in die woestijn staan, hè? Ik heb hem gezien. Zoek nu maar van zijn plekje. Jongens, dit was het voor ons, van onze kant. Ik wil nogmaals iedereen bedanken die het formulier heeft ingevuld. Klasse. Alleen, misschien ook wel een keer kijken. Ik heb het idee dat men niet altijd naar de wedstrijd kijkt, maar wel eens kijkt naar hun eigen idee. Want een hebben 10 en de ander hebben 2. En dat lijkt me dan heel slecht. Niet je eigen, je moet zien, kijk vullen op het formulier in wat je ziet. En niet je eigen voorkeur. Jongens, nogmaals, gefeliciteerd.